Welkom terug in Piratenland. We staan hier leuk bij mijn grote anker die ik een paar afleveringen geleden heb gebouwd. En vandaag gaat weer een hele leuke aflevering worden. Content 2. Zoals ik al zei, ik heb hier een paar afleveringen geleden dit prachtige anker gebouwd. Het is prachtig, een leuk anker gebouwd. Het is niet nou echt het meest mooie iets ooit, maar hij is wel cool. Althans, hij is eigenlijk ook best wel mooi, nu ik er zo naar kijk. Maar dat is niet belangrijk, jongens. Ik heb al meerdere afleveringen gezegd dat ik hier een markt wilde gaan bouwen. En vandaag is dan ook eindelijk de dag. Ik heb allemaal spulletjes voorbereid. Die liggen natuurlijk helemaal hier. We hebben van alle soorten wol om leuke gekleurde kraampjes te maken. Nog meer wol en detailblokken zoals een redstone winkel kunnen we maken. We kunnen hier het landschap nog een beetje mee omtoveren als we dat willen, zoals paden en leaves en bomen en weet ik wat allemaal. En hier allemaal dingen voor in de kraam. Kraampjes, moet ik zeggen. Ik ga een paar kraampjes ga ik gewoon vullen met dingen alsof, zeg maar, alsof het al verkocht wordt tot mensen. En ik denk dat ik 2-3 kraampjes wil bewaren die ik daadwerkelijk aan mensen kan geven of aan mensen kan verkopen of zo. Zodat zij daar hun spulletjes aan mij weer kunnen verkopen. Weet je, dat ik niet meer helemaal naar de winkel verleid hoef, maar dat ze gewoon hier spulletjes aan mij kunnen verkopen wanneer ze dat willen. Dan hoef ik niet altijd maar heen en weer naar de winkel verleid. Misschien dat er dan een eetkraam komt. Misschien dat er dan een, een wolkraam komt of zo. Weet je, dat soort dingen heb ik altijd wel nodig. Dus misschien dat ik dan mensen kan vragen of die dat hier kunnen verkopen. Maar dat zien we wel als het af is. Dus goed, laten we dan maar beginnen met een prachtige timelapse, jongens. De eerste van de aflevering. Waarschijnlijk ook de enige. Ik weet het niet. Meestal doe ik 1 timelapse per aflevering. Ik denk dat hier links niet heel veel nieuwe details komen. Maar ik denk dat vooral hier rechts de markt gewoon komt. En het pad hier laat ik maar gewoon voor nu even stoppen. Ik denk dat ik hem ooit wel door wil trekken, maar dan moet ik het landschap een beetje aanpassen, want het is nu te krap. Dus ik denk dat het hier gewoon stopt, maar het is wel handig als je uiteindelijk ook gewoon, zeg maar, zo hier naar boven kan en dan hier kan komen, zodat je niet altijd maar onderlangs hoeft te gaan. Dus laten we maar snel de timelapse starten voordat de zon onder is. Ik wijs met mijn vinger naar de zon, maar dat zien jullie natuurlijk niet helemaal, want jullie snappen wat ik bedoel. In ieder geval veel plezier om te kijken naar deze timelapse. Timelapse 1. Jongens, meisjes, dames en heren, de markt is klaar en we hebben gelijk bezoekers. Zoals je kan zien, hebben we hier een aantal landrovers die volgens mij even de markt aan het bezoeken zijn. En ze hebben pistolen en volgens mij richten ze die pistolen ook op mij. Althans, dat weet ik niet helemaal. Ik moet wel oppassen, want als ik die gast daar kill met dat dingetje zo boven op zijn kop, dan ben ik de klos, want dan gaan ze me nog een keer aanvallen. Maar het ding is, ik ben wel eens een keer benieuwd hoe mijn piratenland zich houdt tegen een aanval. Dus laten wij mijn armor aandoen. En dan ben ik een keer bereid om gewoon akkoord te gaan met een aanval. Weet je, ik vind het prima. Ik ga jullie gewoon een keertje vermoorden. Jullie zijn wel met heel veel. Jeetje, jullie zijn wel heel veel. Wacht even. Laten we deze gasten even vermoorden hier. Jullie schieten op elkaar, jongens. Dat is ook niet heel slim. Ga weg. Laat me met rust. Ga van mijn markt af. Weet je, en jou ga ik ook gewoon vermoorden. Het ding is, nu heb ik wel bad omen. Dus er is kans dat er elk moment een raid gestart gaat worden. Zodra ik bij mijn villagers in de buurt ga komen. Dus laten we eerst even een rondleiding geven van de markt. En dan kunnen we daarna naar mijn villagers toe. Oh, ik hoor er nog één. Oh, 2 zelfs. 3 zelfs. Jeetje, jongens. We zijn met z'n drieën. Wat zijn jullie allemaal aan het doen, hé? Met pistolen een beetje op me schieten. Een beetje cool doen. Laat me met rust. Goed, welkom op de markt van Piratenland. We hadden er natuurlijk al eentje aan de andere kant van mijn grote schip. Daar was een klein marktje, maar dit is de grote markt. We komen hier ten eerste vanuit de huizen van de koning. Althans, vanaf het fort kom je hier vandaan. Dan heb je hier rechts heb je gelijk een soort furnace-achtige winkel. Een soort blacksmith winkeltje met gewoon blacksmith tools hier en daar. En weet ik wat allemaal. Dit is daadwerkelijk een
leeg iets. Er is niet echt iemand bezig of zo. Dan lopen we door. Hier beneden hebben we de bootwinkel. Dus de bootkraam. Spreekt voor zich natuurlijk. Dan hier hebben we twee grote leegkraampjes. Een oranje en een blauwe. Deze zijn leeg en die kunnen door Content Veener zelf geclaimd gaan worden. Dus mensen die op het continent leven kunnen deze claimen. Dan kunnen ze gewoon dingetjes verkopen wanneer ze willen. Dan hier hebben we een kleine minecart-achtige, een soort van miner kraampje-achtig idee. Verzin het. Hier hebben we de redstone kraam. Die is natuurlijk rood. Vond ik wel leuk erbij. En dan hebben we hier de boogschutterskraam. Als mensen hier dingen willen verkopen, mag dat natuurlijk ook. Maar ik heb bewust twee grotere kraampjes vrijgehouden. Zodat daar gewoon daadwerkelijk dingen verkocht kunnen worden. Dus heb je nou een leuk idee? Laat het vooral in de reacties weten. Dan hebben we hier een stukje vlees dat lekker wordt geroosterd. Zoals je kan zien, erachter ligt ook nog vlees klaar. We hebben hier een karretje met dingen die naar de markt gebracht worden natuurlijk. En we hebben hier een bel hangen. Zodat wij gewoon leuk aan de bel kunnen trekken zodra je bij de markt komt, weet je. Van bing, de markt is geopend, jongens. Ik moet zeggen, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat hier eindelijk nu een markt is. Nu kunnen we hierboven kunnen we ook al wat andere dingetjes gaan bouwen. En ik had al een klein ideetje voor wat ik hier binnenkort wil gaan bouwen. Maar dat zeg ik even nog niet. Dat houden we nog eventjes privé. Ik ben in ieder geval heel blij met de markt. En dan wil ik jullie nog wat anders leuks laten zien. En dat is namelijk de kaart van Content V, jongens. Zoals je kan zien, hebben we behoorlijk al wat gebouwd. Ik doe hem even op 3D zetten, zoals je hier kan zien. Het gedeelte waar we nu vooral bouwen is helaas alleen een beetje net achter deze berg hier. Dus dat kan je allemaal net niet goed zien. Maar als we daarom hier vanaf boven kijken, kan je zien dat het al heel mooi begint te worden. Althans, heel groot begint te worden. Ik wil het nog helemaal een beetje langs dit lijntje hier hebben. Tot hier zo doortrekken ongeveer. En dat moet allemaal nog volgebouwd worden. Er zijn nog heel veel leuke ideeën die ik wil gaan doen. Maar goed, ik ben wel benieuwd als ik naar mijn villages. Oh, trouwens, laat ik deze Omnius banner. Die gaan we even. Waar gaan we die hangen? Die gaan we gewoon hier ergens bij een kraampje hangen. Hier, ik plaats hem gewoon hier. Leuk. Leuk plekje voor die banner. Maar goed, laten wij mijn armor aantrekken. En dan gaan we eventjes naar mijn piratenschip toe. En ik ben benieuwd of er dan een aanval gaat komen van nog meer pillagers. Leuk is, dan krijg je namelijk een Totem of Undying. En die wil ik op zich wel. En ik ben wel eens benieuwd hoe veilig het is om vanuit mijn boot een aanval te gaan weerstaan gewoon. Zodra we hier in de buurt komen, gaat als het goed is de raid starten, denk ik. Binnen enkele... Ja, oké, de raid is begonnen. Oké, laten we snel even mijn boot inkruipen. Even een slingshot pakken hier, met kogeltjes erbij. Heb ik niet de pistool? Oh, ze zijn er. Oh jee. Oké, ze zijn er. Bemanning! Hiervoor hebben wij getraind met z'n allen. Ren niet rond, pak de wapens, beman de kanonnen. Het is tijd om te vechten voor jullie leven. Oh, jullie miserige rotleven. Waar zijn ze? Ze bewinden zich. Oh god, ze kunnen hier daadwerkelijk naar me toe lopen. Oh mijn god, dit had hier ook niet over nagedacht. Jongens, bescherm de brug. Bescherm de brug. Ze zijn er. Hier. Pak mijn steentjes maar. Lekker voor jullie hier. Steentjes, hoppakee. Jij daarboven. Jij gaat ook dood. Oh, jij valt in het water. Oh nee. Hier, hoppakee, op je kop. Op je bolle kop. Pak ze maar. Jij ook hier beneden. Goed zo, jongens, sterf maar. Ik heb niks aan jullie. Zo, is dat ronde 1? Dat was ronde 1. Ronde 1 is klaar. Oké, waar gaat ronde 2 vandaan komen? Als ze weer hier spannen, heb ik een probleem. Ik denk dat ze weer hier spannen, hierbovenop. Ik weet het niet zeker. Oeh, ik zie wel dat er een pistool daar ligt. Dat is wel handig. Oh, ze zijn er weer. Oh mijn god, ze zijn er zeker weer. Kom maar jongens. Kom maar, rem maar op me af. Vecht maar tegen mijn sukkels. Ik bescherm mijn boot en alles. Ten koste van alles. Oh mijn god, jij bent sterk. Jij bent sterk. Jij bent sterk. Jij moet dood. Oh jee. Oké, sterf. Kom op. Jullie komen niet op mijn boot. Onmogelijk dat ik jullie op mijn boot toelaat. Onmogelijk dat ik jullie op mijn boot toelaat. Waar zit je? Hier beneden. Ja, moet je maar niet zwemmen, sukkel. Dan ben je de klos. Hoppakee. We hebben er nog één, jongens. Zometeen komen wel die vervelende andere monsters en zo. En ik denk dat ze weer via deze kant komen. Ik denk niet dat ze via deze kant gaan aanvallen hier. Al zou dat wel lekker zijn, want dan kunnen ze echt letterlijk mijn schip gewoon niet op. Ik zou die brug al kunnen slopen. Dan zou ik gewoon veilig zijn vanuit mijn schip. Oh mijn god, volgens mij komen ze van deze kant. Volgens mij komen ze van deze kant. Waar zijn ze? Ze zijn daar, daar komen ze. Daar komen ze. Oh jee, daar komen ze allemaal. Ze hebben heksen nu ook. Oh god, dit wordt nog wat. En ik zit hier maar met een katapultje in mijn hand proberen alles tegen te houden. Kom maar. Kom maar. Hier. Ik mik op jullie kop. Hoppakee. Nog eentje. Hoppakee. Laten we die heks proberen te pakken van afstandje. Als die heks gewoon klaar is, is het al een stuk makkelijker. Kom op, heks. Op je kop. Oké, de heks is dood. Helemaal top. En deze man hier beneden. Zo, die is ook dood. Ik heb nog maar 12 pijlen. Dat is wel het enige ding, jongens. Mijn pijlen beginnen een beetje op te raken. Misschien dat ik ze ook maar gewoon ga aanvallen. Ik denk dat dat ook wel verstandig is. Nou, laten we eerst de pijltjes opmaken en dat ding daar. Dat ding is bijna niet te missen. Zullen we die gewoon een paar keer even pakken? Hij is oprecht bijna niet te missen. Oké, ik mis toch. En ik mis er nog één. Oké, nu is hij er klos. Nu gaat hij zwemmen. Nu ga ik hem helemaal niet meer missen. 3, 2, 1. Oké, mijn pijlen zijn op. Mijn pijlen zijn officieel op. Jullie kunnen mijn boot toch niet op. Dus ik kan letterlijk even kijken of ik gewoon niet nieuwe pijlen kan craften. Jongens, jullie moeten ook wat doen. Ik ben hier alles in mijn eentje aan het doen. Jullie zitten hier met z'n vieren maar een beetje rond te springen. Ik heb jullie hulp nodig. Goed, Joris, jij komt me helpen. Ik kom verwerking bieden.
de versterking is er. Je hebt pijlen meegenomen. Goed zo. Ik heb een hele slechte... Ik heb niet eens een boog. Ik heb letterlijk gewoon een katapult. Ik heb er al een paar vermoord. Dit is volgens mij al ronde 3. En de rest zit hier nu beneden. Dus ik denk dat we even hier de kant op moeten. Kijk, want hier zijn ze. Ze zijn gefocust op mijn villagers hier. Ja, doe je armor aan. Dat is prima. Eerst diegene die schiet, moet even dood, hè? Ja, goed zo. Kijk, jij hebt een goede boog. Hoppakee. Hey, dropt hij nou zijn hoofd? Hij dropt zijn hoofd. Die wil ik. Hoppakee, ja. En een zadel. Oké, als het goed is, komt er ronde 3 eraan. Ik kom snel weer omhoog. We kunnen het gewoon vanuit de boot hierboven kunnen we alles verdedigen. Ja, precies. Ik heb zijn hoofd gekregen. Dat is echt cool. Zijn hoofd moet je zien. Dit hoofd hier, hoe cool. Oh, ze komen via hier. Kijk, daar komen ze. Oh mijn god, dat zijn heel veel heksen ook. Oh nee, laten we als eerst die tovenaren en zo proberen te pakken. Die zijn namelijk het sterkst. En ze mogen niet van een afstandje proberen op ons te schieten, want dan gaan mijn villagers even goed dood. Dus de tovenaren moeten dood. Ik heb letterlijk nog geen pijl geraakt. Hoe heb je dit überhaupt voor elkaar gekregen? Dat je ja, dus ze kwamen bij de markt op bezoek. En ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd of ik een keer vanuit mijn boot gewoon... hoe goed mijn bescherming is vanaf mijn boot. Ah, dit is gewoon een test. Dit is gewoon een test inderdaad, een testaanval. En tot nu toe, ik moet zeggen, ze komen letterlijk niet in de buurt van mijn boot. Ze kunnen wel zwemmen wat ze willen, maar... Volgens mij durven ze niet. Ja, ze kunnen gewoon niks. Ze kunnen letterlijk niks tegen mijn boot doen. Hier, in het water zijn ze... Op een gegeven moment komen ze in het water en dan zijn ze klaar. Dan zijn ze te zwak. Kom maar hier. Die heksen die kunnen, die zijn nou helemaal... Trouwens, die heksen die mogen niet in de buurt komen. Die kunnen misschien door de raampjes potions gooien. Die kunnen best ver potions gooien. Dus de heksen mogen niet in de buurt komen. Hier, heksen moeten dood. Die, daar, tot slot. Juist, lekker. Oké, ik denk dat dit de laatste ronde gaat zijn. Ik weet het niet zeker. Komen er ook van die... Ja, het nadeel is van die vliegende. Ja, van die vexes. Ja. Als ze via hier aanvallen, dan wordt het wel strijden. Dat gebeurde net. Als ze via deze kant aanvallen, redden ze met z'n allen de brug over. Oh, ze komen via hier weer. Huh? Via waar nu? Hieronder. Oh, via het strand! Ze vallen via het strand aan! Het is een strandaanval. Oké, pak ze die in het water zitten, die moeten pakken, want ze mogen gewoon niet in de buurt komen. Oh mijn god, je ziet, ze kunnen gewoon niet zoveel. Ze zwemmen een beetje in het water, ja, op een gegeven moment pakken we ze gewoon. Hé, hey, een Totem of Undying, die wil ik wel hebben. Die wil ik zeker wel hebben. Oké, wacht, als er nog eentje over is, dan moeten we even die totem pakken. Hij gaat dood hier, hij is namelijk aan het zwemmen, kom maar. Jij gaat lekker dood. Stik erin, hoppakee. En jij ook, oké, ik ga even snel die dingen pakken. Die Totem of Undying. Oh, en emeralds ook. Allemaal gratis emeralds hier. Totem of Undying, weer zo'n dingetje. Die moet ook uitkijken. Ja, maar ik heb de snavel die regelt dat ik die zorg voor zichzelf. Kijk, hier ligt ook nog een schedel. Hoppakee, nog een schedel. Potions gekregen. Waar is de rest? Er zijn er nog 2. Waar zijn die? Huh? Oh, hier. Hier. Ik heb ze hier gevonden. Er zit ook iets op. Ik ga eerst het ding wat erop zit, ga ik even proberen te pakken. Hier op het strand zitten ze. Oké, die is dood. Kijk. Oh, joh. Dat ding kan niet eens... Oh god, oh god, oh god. Boom! Kom dan! Hoppakee! Kijk. Nog een ronde. Oh god, nog een ronde. Snel terug naar de boot. Snel terug naar de boot. Ze moeten daar aanvallen. Oké, terug op de boot. We zijn er, prima. Ik ben benieuwd waar ze nu gaan aanvallen. Oh. Hoor je het? Hoor je de toeter? Waar komt het vandaan? Ja, deze kant. Ja, volgens mij zijn ze op het eiland. Ja? Ja. Ja, ja, daarboven. Oh god, nee, dat wordt een vervelende aanval. Ze zijn bij het kasteel hierboven. Oké, hier moeten we voor oppassen. Ze krijgen valdamage, dat is goed. Kijk hier. Ze zijn ze wel zwak. Oké, ik ben wel de frontlinie, oké? Hier. Ja. Jij schiet, ik ben de frontlinie. Straf! Ik denk jou niet raakt. Oh ja, trouwens, dat is ook wel een goeie. Of als je mij niet raakt, inderdaad. Oh, daarboven. Kom maar, jongens! Met een totem. Oh nee, die moeten dood, die moeten dood. Ja, goed zo. Oh, zijn totem ligt er ook echt. Die ga ik pakken. Hoppakee, kom maar, jongens! Kom maar! Sterven met z'n allen! Hoppa! Jij gaat ook dood. Ja, ik red het al. Zo, waar is de laatste? Hij heeft deze hoofd gedropt. Nice. Kom maar. Oké, er is er nog eentje. Ik heb nog een totem opgepakt. Waar? Oh, in het water. In het water, ja. Waar zit hij? Is hij dood? Oh, er komt nog een reet aan. Oké, ik blijf het eiland wel beschermen, oké? Als jij op de boot staat, bescherm ik het eiland. Ik heb echt goede loot inmiddels. Oké, van een vaag gaan ze aanvallen. Als je met z'n allen hier aanvallen, dan... dat wordt nog wel spannend. Oh, volgens mij vanuit jouw kant, hè? Ja, volgens mij hier. Ik zie ze nog niet. Oh ja, jawel. Ja, vanaf de berg hier. Oeh, oké, prima. En zorgen dat die gast, die tovenaar met die... dus niet de heksen... Maar degene die vexes kunnen spannen. Eentje die zit op die Ravager en daar links loopt er nog één. Oké, prima. Dan gaan we die daar pakken. Oh ja, vexes. Oh god. Ja, ze zijn erin. Pas op dat je niet in het water wordt gegooid. Die guy erop moet dood. Die op dat ding hier. Ja, die is dood. Lekker. Oké, die dropt dus ook een Totem of Undying. Dan gaan deze hier ook dood gelijk. Die beesten die kunnen niks in het water. Nee, daarom. Je bent echt toch veilig op deze boot hoor. Als ze eenmaal in het water zitten, kunnen ze letterlijk niks. Dan zijn ze letterlijk kansloos. Oké, ik ga zo'n vex proberen te pakken. Oh, tovenaar hieronder. Huh? Oh god. Oh nee. Is hij dood? Hij is dood, ja. Prima. Oké, mijn pijlen zijn op, dus ik ga gewoon in de aanval. Zo, ik wil zijn hoofd hebben ook. Kom maar jongens. Jullie zijn niks. Hier, hoppa. Hoppa. Die is dood. Die is dood. Als het goed is lag hier nog ergens een Totem of Undying. Hier lag zo'n ding en die heks gaat dood.
Jij bent ook dood, hoppakee. Hebben ze? Kijk, we hebben ze. We hebben hem. En er ligt daar nog een totem. We hebben hem gewoon. Victory. Hé, dan hebben we de Hero of the Village. Dan zijn traders nu heel goedkoop. Ja. Oké, wacht. Laten we wel even de boot op gaan en even kijken wat er buiten is. Serieus, best wel OP als je een raid krijgt gewoon, dat je er allemaal van krijgt. Het is echt heel makkelijk vanaf mijn schip te verdedigen. Oké, even op het schip kijken. Wat hebben wij allemaal gekregen? Ik stop het even in deze kist. 4 Totem of Undyings. Nou, 5 in totaal. Dan wat emeralds. Ik heb dit hoofd, dit hoofd, dit hoofd. Dan hebben we dit hoofd hier. Hebben we. Dit is serieus best wel cool. Die ga ik hier gewoon als waarschuwing op stokjes neerzetten. Zo. Zadels hebben we heel wat. En we hebben nog deze hier. Oh, en potions heb ik. De rest gooi ik even in het water. De rest boeit me niet zoveel. Kan in het water. Zo, hoppakee. En mijn strijdersboog heb ik hier. Dit is serieus best wel lijp. Wil jij, weet je, jij hebt er vast meer aan. Neem jij maar gewoon 3 totem of nice. Zo. Ik heb er al genoeg. Echt? Ja, wacht. Jij gaat vaak dood hier. Ja, ik ga wel vaak dood. Alleen ik vraag me of ik... Oké, okay. Ja, prima. Dan neem je er eentje. Dat kan ook. Wat jij wilt. Ik neem mee. Ik had er geen. Prima. Wil je niks anders mee? Nee hoor. Die hoofden die neem ik dan wel. Die ga ik op stokjes neerzetten. De zadels en weet ik wat. Weet je, dit ga ik wel leuk iets voor vinden. Dit komt wel helemaal goed. Nou, dankjewel voor de hulp in de strijd tegen de aanval op mijn boot. Ja, ik was echt heel benieuwd. Voor als die koning een keer komt aanvallen. Ja, ik wou net zeggen. Ik bedoel, ja, die kunnen waarschijnlijk wel beter zwemmen en weet ik wat allemaal. Maar dit was serieus een goede test, ja. Zwemt hier niet nog iets, een totem of een dying of zo in het water? Drijft hier niet nog iets? Nee, hè? We hebben alle loot wel gehad, toch? Volgens mij wel. Ja, we hebben alles wel gehad. Nou, top, dankjewel. Waar ben je? Hier. Je bent... Oh, ik wil zeggen, en zo kwam hij en zo verdween hij. Nou, dankjewel, helemaal top. Goed, laten wij gelijk met de loot die we hebben, althans vooral de schedels en zo, die wil ik gaan verspreiden door mijn basis om echt een waarschuwing te maken voor andere pillagers, dat ze niet meer hierheen komen. Van kijk, als jullie hierheen komen, gaan jullie dood. Worden jullie vermoord? Klinkt misschien een beetje duister, maar het zijn slechterikken, jongens. Het zijn slechterikken. Dus laten we heel even naar de markt toe lopen, want bij de markt heb ik, als het goed is, mijn shulkerboxen nog staan. Jullie zijn gezellig op date nog steeds met z'n tweeën. Maar dan heb ik mijn shulkerboxen staan. Daar heb ik als het goed is fences in liggen ergens. Ja, we hebben de dark oak fences, maar we hebben ook spruce. Ja, we hebben ook spruce fences. Oké, laten we er eerst eentje hier doen. Hier doen we gewoon een evoker of vindicator of... Nou, we doen hier gewoon een pillager. Hier is een pillager zo. Van pas op dat ze niet mee bij de markt komen, weet je. Dan wil ik er ook nog eentje doen hier bij het fort van de koning als waarschuwing. Doen we dat hier zo, doen we als de evoker stoppen we erop. Even denken hoor, dan doen we... Waar gaan we de volgende doen? Ik heb wel een idee waar we de volgende doen. Die doen we gewoon eventjes hier. Als soort van entree in het piratengebied. Kijk, want als je komt hier, kom je het piratengebied. En dus als we hier nou deze plaatsen zo met een donkere zo op... Oké, dat is die... Hoe heet dat beest? Een Ravager heet die. Dus als we die Ravager nou hier doen zo... Dat stel, er komen pillagers hier aan en die zijn op route naar de piratenwereld hier. En die zien dit en denken... Oeh, oké, hier moeten we maar niet heen, weet je. En dan nog eentje in het gebied hierachter waar ik nog niks geplaatst heb. Dit gebied gaan we binnenkort ook weer mee verder, jongens. Ik ben nu even lekker gewoon daar alles aan het doen. Even kijken. Hier doen we hem bij de schiereilanden, denk ik. Dat ze niet zomaar mijn schiereilanden opgaan. Kijk, die gooien we dan gewoon simpel hier zo bij mijn schat in de buurt. Van pas op als je het schiereiland gedeelte betreedt en je bent een pillager. Dat zal binnenkort je laatste adem zijn. Ja, ik vond het serieus wel leuk om dit een keertje te doen. Om gewoon zo'n aanval op mijn basis helemaal te beschermen. Kijken hoe dat zou gaan. Het ging goed. Het ging heel goed. Hé, een paard. Wat doe jij hier? Meneer paard. Je mag vrij rondlopen. Ik twijfelde om of ik je wilde temmen, maar ik heb al genoeg paarden. Ik hoef je niet. Maar goed, terugkomend op de markt, jongens. Ik ben er echt blij mee. Ik ben benieuwd of er mensen die dingen willen gaan verkopen. Dat ik gewoon vooral... Het is dan zal vooral voor de mensen zijn die hier woont ook. Dat die niet elke keer naar het winkelgebied doen. Voor de kleine dingetjes, weet je. Ik bedoel, de grote winkels heb je nog steeds daar. Maar bijvoorbeeld eten of wol of steen of zo. Of hout. Althans, ik hoor het hout te verkopen. Maar stel iemand anders wilt verkopen, dan kan dat gewoon hier. Goed, in een van de volgende video's wil ik waarschijnlijk gaan beginnen met het inrichten van deze huizen. Want de koning die begint al een paar keer te klagen tegen mij wanneer ik dat nou ga doen. En ik wil niet een boze koning hebben. Dus we gaan de volgende video beginnen met een bezoekje aan de koning. Ik weet niet of hij op het moment thuis is, maar daar wil ik eigenlijk ook niet achterkomen. We beginnen in ieder geval met een bezoekje aan de koning. En dan gaan we dit hier allemaal inrichten. En we gaan kijken of Rick misschien nog wat van me wilt. De Kirkpiraat. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden of vinden, weet ik van wat je wil. Vind je het nou zo leuk? En jij hebt geabonneerd. Jij bent een abonnee van dit kanaal. Er zijn bijna 400.000 abonnees. Dus check even of je bent geabonneerd. Het is helemaal gratis. En je hebt de video geliked. Kijk. Dan is het officieel tijd dat je deze video gaat kijken. Dit is namelijk gewoon een prachtige video die je ook even moet zien. Doe nou gewoon even, klik erop, kijk hem. En dan nu spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier, tot de volgende keer.